Yes, ik zit hier met Lava en Lava heeft meegedaan aan de categorie film. Vertel eens wat meer over wat je hebt gemaakt. Ik heb een animatiefilm gemaakt. Een animatiefilm? Een animatiefilm, ja. Yes. We gaan eens even een stukje gaan kijken. Wauw, dat is echt prachtig. Dank je. Maar uh, het ziet er zo gedetailleerd uit. Hoe lang heeft het dan geduurd om zoiets te maken? Deze film heeft mij uh, anderhalf een maand geduurd, gekost. Hoe moet ik het zien? Is het dan zeg maar elke dag een paar uurtjes of. Ik heb anderhalf maand mezelf opgestoten en heb eigenlijk alleen maar getekend. Dus gewoon in de ochtend beginnen en ergens in de avond rond tien ga ik dan maar weer gewoon slapen en dan weer repeat. Maar doe je dan alles in je eentje of heb je daar een team voor? Ik zou willen dat ik er een team voor had. Ik zou echt heel graag willen, nee, ik doe alles alleen. Maar hoe, hoe gaat het precies in zijn werking? Ik, ik zou niet weten hoe dat moet hoor. <laughs> Uh, het begint allemaal met een idee. Nou, deze animatie is meer een, een soort van compilatie van allerlei verhalen en ideeën die ik had. Maar ik dacht, wat als ik nou gewoon de, de beelden die ik in mijn hoofd heb, wat als ik gewoon de mooiste daarvan uitpak en daar gewoon een filmpje van maak en die gebruik voor kunstbenden? Om een beetje te laten zien wat ik. Ja, daar heb zitten. Ik begin met schetsen. Met het idee, uh, schetsen van hoe wil ik het dan in beeld gaan brengen. En hoe zien de karaktertjes eruit en hoe ziet de wereld eruit. En vanuit daar ga ik eigenlijk meer allerlei verschillende lagen maken. Dus ik heb bijvoorbeeld voor de karakters, voor de achtergronden. Misschien bewegen er elementen in de achtergrond zelf. Dan heb ik daar ook nog verschillende lagen voor. En als ik al die lagen heb, en dat maak ik dan in Photoshop op een. Um, het heet een syntiek. Een dus soort van. Scherm waar je direct op kan tekenen. Dus ik teken direct op een scherm. En als ik dan al die lagen heb getekend... dan stop ik ze allemaal in After Effects. Dat is een programma voor effecten. Dus als ik regen heb, als ik zonneschijn heb... als ik koele lichtflitsen en particles en lichtjes heb... dan stop ik die allemaal in After Effects. Dus dan doe, doe ik daar zeg maar de, uh, nog extra beweging toevoegen. En daarna gooi ik het nog allemaal in een ander programma. Daar doe ik alle... Uh, kleuren en bewerken. Dus nog extra, extra mooi, de final touch. Oh, en het geluid ook nog. Dus dit soort filmpjes is eigenlijk wat je uh, voornamelijk maakt. Ik ben er nog een beetje mee aan het experimenteren, want ik ben nog niet tevreden met deze film. Ik wil nog veel, ja, veel meer eigenlijk gaan doen. En het is natuurlijk wel bewegend beeld, maar er mag veel meer aan worden toegevoegd. Daar ben ik nou momenteel mee bezig. Ja, waar, kom, waar komt de inspiratie en de ambitie vandaan? Nou, mijn liefde voor tekenen en mijn liefde voor het creëren van werelden. En het creëren van: ja, ik, ik zie animatie ook gewoon. Er zit geen limiet op wat je kan maken met animatie. Als jij een idee hebt, kan jij dat maken. Als jij een wereld hebt in je hoofd, kan jij andere mensen die wereld in jouw hoofd laten zien door middel van animatie. Wat zijn jouw dromen dan voor het animeren zelf? Wat zijn de volgende stappen? Nou, mijn uiteindelijke droom is toch wel echt in de animatie-industrie terechtkomen. En dan, ik ging Moana kijken, in de, of Vayana, dat is de nieuwe naam ervoor. Ik ging in de bioscoop kijken. En ik, ik weet nog wel dat ik gewoon, ik werd zo emotioneel tijdens het Disney-intro. Ik denk, oh, dit Disney, Disney Studios, wacht. Deze films worden gemaakt door mensen. Ik kreeg een compleet, ik, ik weet nog wel dat ik die, die films zat, ik, ik was volgens mij de film niet eens meer aan het kijken. Ik zat alleen maar te denken van. Oh my god, dit is, dit, dit is een baan. Ik kan hier, een, hier zijn banen. Hier kan ik naartoe. Dat is echt mijn uiteindelijke droom. Maar ja, om daar te komen moet ik eerst heel veel stapjes. Eerst heel veel stapjes aflopen. En stap één wordt dan gewoon studeren. Welke opleiding ga je dan precies uh, volgen? Um, ik wil graag een animatiestudie. Animatiestudie gaan, uh, gaan volgen. Ik heb er eentje gevonden in, uh, in Parijs, die school heet Comblin. En ik denk als ik daar naartoe ga dat ik dan. Echt stappen kan zetten en echt vooruit kan gaan. Dus ik zit nu midden in het uh, toelatingsproces. Dus ik ben al nou druk bezig met mijn portfolio, tip top te maken. En uh, echt over een week is de deadline. Dan moet ik alles hebben ingezonden en dan bidden. <laughs> Want uh, ja, en dan hopen dat ik word, uh, word toegelaten. Is het een streng proces? Of? Ja, er worden niet zo heel veel mensen aangenomen. En uh, ja, het is een internationale school, dus ik ben aan het concurreren met. Iedereen van over de hele wereld. Nou, we hopen op het beste. Ja, we hopen zeker.